De overheid heeft de overeengekomen salarisverhoging en eenmalige uitkering aan werknemers van de EBS niet teruggedraaid, zegt parlementariër Melvin Bouva, voorzitter van de parlementaire commissie voor het ministerie van Financiën. De overheid vraagt dat de salarisverhoging van 500 SRD en de SRD 1250 lumsum worden uitgesteld naar 2017. Dit tegen de achtergrond van de economische situatie in het land. Van de EBS wordt hetzelfde gevraagd als van alle andere staatsbedrijven en overheidskantoren om loonsverhogingen tot een minimum te beperken en het liefst naar 2017 uit te stellen. De economie kan forse loonsverhogingen namelijk nu niet dragen, geeft bovenaan. Het personeel van de EBS had gisteren de toegang tot de hoofdcentrale Alessaramakastraat en het gasbedrijf Ogane de Livorno geblokkeerd. Ze hadden namelijk via de media vernomen dat de regering de overeenkomst zou terugdraaien. Bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft de bond na maandenlange onderhandelingen een principeakkoord bereikt. De overeenkomst is doorgestuurd naar de aandeelhouder, de staat Suriname, voor Fiat. De onderhandelingen onder leiding van bondsvoorzitter Rudy Baar hebben enige tijd geduurd. Na een presentatie van directeur Marlon Oosterling van de cijfers van het bedrijf moest het personeel genoegen nemen met minder. De directie van SWM heeft toegezegd dat alle werknemers een bruto salarisverhoging krijgen van 275 SRD. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering van 1200 SRD gegeven.